De bloedstollingscascade is een reeks biochemische reacties die in het lichaam plaatsvinden om een bloeding te stoppen door bloedstolsels te vormen. Het omvat een complex samenspel van verschillende eiwitten die bekend staan als stollingsfactoren. De cascade wordt typisch verdeeld in twee routes, de intrinsieke en de extrinsieke route, die samenkomen op een gemeenschappelijk pad om uiteindelijk een stabiel bloedstolsel te vormen. De intrinsieke route start door schade binnenin het bloedvat zelf, waarbij collageen wordt blootgesteld en bloedplaatjes worden geactiveerd. Het blootgestelde collageen activeert factor 12, ook wel Hageman-factor genoemd, die vervolgens verschillende andere stappen activeert, waarvan activatie van factor 10 de laatste stap is. Hier zijn enkele voorbeelden van factoren die het endotheel kunnen beschadigen. Hoge bloeddruk, veel cholesterol of lipide in het bloed, diabetes, roken, bepaalde medicijnen of gifstoffen. Ook kunnen bepaalde hormonen mogelijk het endotheel beschadigen. De extrinsieke route start door weefselschade buiten de bloedvaten. Weefselschade geeft tissuefactor vrij, ook bekend als factor 3, die vervolgens verschillende andere stappen activeert, waarvan activatie van factor 10 de laatste stap is. Voorbeelden van oorzaken die de extrinsieke stollingsroute kunnen activeren zijn onder meer trauma of letsel aan weefsels buiten het bloedvat, chirurgische ingrepen, inflammatoire aandoeningen zoals sepsis. Bepaalde ziekten of aandoeningen die het vaatstelsel aantasten, zoals atherosclerose of aneurysma's. Beide paden kunnen onafhankelijk worden geactiveerd, maar ze werken vaak samen om efficiënte bloedstolling te garanderen. Het doel van het gemeenschappelijke pad is om een stabiel bloedstolsel te vormen door fibrinogeen om te zetten in fibrine, wat een netachtige structuur creëert die de bloedplaatjesplug versterkt, bloeding stopt en wondgenezing bevordert. Geactiveerde factor 10, samen met factor 5 en calciumionen, vormen het protrombinasecomplex. Het stadium waar fibrinogeen wordt omgezet in fibrine is waar het netwerk van het bloedstolsel wordt gevormd. Het stollingsproces wordt versterkt door de activatie van factor 13, die het fibrinenet stabiliseert. Vitamine K is een essentiële voedingsstof die een cruciale rol speelt in de stollingscascade. Het is nodig voor de synthese van verschillende stollingsfactoren in de lever, waaronder factoren 2, 7, 9 en 10. Deze stollingsfactoren worden inactief geproduceerd in de lever. Vitamine K wijzigt vervolgens deze eiwitten. Hun aanpassingen zijn noodzakelijk voor de activering van deze stollingsfactoren tijdens de stollingscascade. Zonder voldoende vitamine K kunnen deze stollingsfactoren niet goed worden geactiveerd, wat leidt tot verminderde bloedstolling en een verhoogd risico op bloedingstoornissen. Daarom kan een tekort aan vitamine K leiden tot aandoeningen zoals bloedingen. Nu we weten dat we een gezonde balans van vitamine K nodig hebben om de juiste bloedstollingsactiviteit te behouden, laten we iets dieper ingaan op de vitamine K-cyclus. Vitamine K wordt verkregen via voedingsbronnen zoals groene bladgroenten. In de lever wordt vitamine K geactiveerd door het enzym VCORC1. De geactiveerde vitamine K is noodzakelijk voor de activering van stollingsfactoren, die vervolgens in de bloedbaan worden vrijgegeven, waar ze bloedstolsels vormen om bloedingen te stoppen, zoals we eerder zagen. Dit laat ons achter met geïnactiveerd vitamine K. De inactieve vorm van vitamine K wordt vervolgens gereactiveerd door VCORC1 en opnieuw gebruikt. Het is een cyclus. Bepaalde variaties in het VCORC1-gen zijn gekoppeld aan een verminderde VCORC1-activiteit. Wat betekent dat het enzym minder effectief is in het recyclen van vitamine K naar zijn actieve vorm. Als gevolg hiervan kunnen individuen met deze mutatie lagere niveaus van actieve vitamine K hebben voor de synthese van stollingsfactoren, wat mogelijk leidt tot een verminderd vermogen om efficiënt bloedstolsels te vormen. Aangezien variaties in VCORC1 zelf al van invloed zijn op de stolling, moet zorgvuldig worden overwogen welke dosering een patiënt moet krijgen van medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden. VCORC1 werkt nauw samen met CYP4F2. Zorg ervoor dat je die video ook bekijkt.